Hey, er gebeurt iets. Wat is daar gebeurd? Dat leek wel een monnik. Dat was een monnik. Je hebt die beelden toch wel opgenomen of zo, hè? Want ik wil ze wel terugzien. Daniel, wat is er aan de hand? Ik hoor alleen maar herrie. Was je op je kamer? Ja, ik lag even te slapen. Nu, het is middag. Ja, nou is dat verboden of zo. Ik slaap gewoon weinig in de nacht. Ben je al lang wakker? Hallo, is dit een kruisverhoor of zo? Kan je niet gewoon zeggen wat er aan de hand is? Ik leidde net een koper rond. Die is ontzettend bang en is het huis uitgerend. Oh ja. En nu verdenk je mij? Ben jij nou ook al zoals je vrienden? Ik probeer er alleen maar achter te komen wat er net gebeurd is. Dus niet dat jij zo slecht over mij zou denken. Klusjesman. Oh ja, daar heeft Ster wel over verteld volgens mij. Ik kom de dakgoot doen. Heb je daar geen ladder voor nodig dan? Ja, die ligt achter. Oké. Kev? Wat? Nou, weet ik in ieder geval waar die gast van geschrokken is, zeg. Ja, een acteur in een pij. Ik wist het wel, hè? Wat? Dat jij weer zou proberen hier eruit te draaien. Nee, ik ben nou eenmaal niet zoals Kevin. Alles wat de video staat, geloof ik zomaar. Thanks, Kas. We moeten die beelden maar eens echt uitgebreid gaan analyseren, hoor. Ik ga elk beeldje checken, maar voor die tijd is dit gewoon een geest. Ik vind het zwak, hoor, van je, Kas. Man, je kan niet keihard blijven ontkennen dat daar spoken zijn. Dat kan je toch niet meer uitsluiten, man? Hé, ik sluit nooit wat uit. Het gaat alleen even om wat de meest waarschijnlijke verklaring is. Dat is dus een mens van vlees en bloed. Het ziet er anders niet uit als een acteur. Die beelden die zijn toch mega freaky, man? Ik kreeg helemaal koude rillingen toen ik het zag. Als ik erover praat weer trouwens. Gatver. Als ik zo'n pij aantrek met mijn kap naar voren, zie ik er ook eng uit. Die ziet er nu al eng uit. Maar... Oké, misschien hebben jullie gelijk. Misschien is het geen acteur. Nee, hè? Ja, kijk, zo komen we nog eens ergens. Maar een actrice. Oh, Kas! Nee, serieus, Daan. Waar komt die gang op uit, waar die monnik doorheen loopt? Tja, verschillende kamers. Ster's atelier misschien? Onder andere, ja. Kijk, nou komen we ergens. Die monnik ging richting Sterre's atelier en Daan heeft niemand hem meer gezien, toch? We hebben ook maar één camera. Jongens, Sterre zei dat ze lag te slapen, oké? Nou, komt dat even goed uit voor Sterre. Die man kan toch nooit zo geschrokken zijn als het allemaal niet echt was? Bovendien lijkt die monnik niet eens op Sterre en loopt, zweeft ook als een man. Oh ja? En hoe is dat dan? Bwaah. Niemand lacht hoor, Kas. Staat er echt alleen voor, kerel? Dat staan grote denkers wel eens vaker, jongen. Mag ik even een tijltje? Ja, zeg. Goed. Ik ga Sterre mijn excuses aanbieden. Wat? Nee, niks. Moet je gewoon doen. Ik hou je niet tegen. Waar ben je nou mee bezig, man? Weet je, vraag haar uit eten. Of durf je dat soms niet? Uit eten? Ja, nou, goed plan. Ik denk dat ik dat maar even ga doen, ja. En doe haar de groeten van me. Niet van jou, jongen. Voilà. Oh, wat prachtig. Die bloemen. Oh. Ik dacht wel dat u ze mooi zou vinden. Gaat u toch zitten, meneer? Even door en dan ben ik toch alweer uw naam vergeten. Kusters. Leopold Kusters. Leopold Kusters. Meneer Kusters. Je wilde een bod doen op mijn huis, heb ik begrepen, door de telefoon. Correct, ja.
Hoeveel? U bent wel heel direct. Ja, op mijn leeftijd heb je geen tijd meer om lang om de zaken heen te draaien. Nee, dat is waar. Daar heeft u gelijk in. Zal ik meteen to the point komen? Graag. Ik zou tot 150 kunnen gaan. 150? Wat? Wat? Ja, wat? Euro. Duizend. 150.000 euro. Ik dacht even dat ik doof werd. Ik heb het toch goed gehoord. Ja. En ik ben zo vrij geweest om alvast een koopakte te laten opstellen. Oh. Nou, dan vindt u het vast toch ook heel goed dat ik zo vrij ben om dat bespottelijke lage aanbod af te wijzen. Het is 3,5 ton te weinig. Nou, mevrouw Hulkemeijer, gezien de omstandigheden is het wel een geweldig bod. Welke omstandigheden? Nou, al dat gespook. Kijk, zoveel mensen willen dat pand niet hebben. En de mensen die het willen hebben, die gaan absoluut niet boven mijn bod zitten. Dat kan ik u garanderen. Volgens mij, meneer Kuipers... Kusters, sorry. Probeert u misbruik te maken van die omstandigheden. Dag. En bedankt voor de bloemen. U heeft mijn kaartje. Ja. Voor het geval u van gedachten mag veranderen. Heb ik. Tot ziens. Tot ziens. Toedeloe, Leopold. Kusters. Sterren? Ja. Hoi. Ik wilde je vragen of je zo bij me komt eten. Zodat je me weer kan ondervragen? Nee, zodat ik sorry kan zeggen. Meen je dat? Nou, je had gelijk, ik had nooit zo slecht over je moeten denken. Nu? Wat? Eten. Ja, tenminste, ik moet het natuurlijk nog wel even klaarmaken. Heb je nog iemand nodig om groenten te hakken? Groenten? Ja. Ik kan wel wat hulp gebruiken. Nou, dit is dan in ieder geval nog een soort van groente. Het gaat maar juist om de conserveringsmiddelen. In die pot zit de lekkerste E113 en 114 ooit. Arme tomaten. Ik kijk er vochtige pasta toe, breng het water weer aan de kook en laat het 6 minuten doorkoken. Oké. Okay. Hey, ik heb ook nog aardbeien. Door de pasta? Nee, natuurlijk niet. Als toetje met chocoladesaus. Ik ga ze wel even halen.